Ik vraag me af hoe in hemelsnaam was zo'n toestand mogelijk, waar mensen doodgingen aan de lopende band. Swaap ging dood, Blom ging dood, Amerongen ging dood. Vrienden van dezelfde kamer. Amerongen leed aan reumatiek heel zwaar. Die liep helemaal krom. Wij verborgen hem altijd voor de ogen van de wacht. En no matter hoe ziek die man was, hij had een goed woord voor iedereen al. Hij sprak ons altijd moed in. Elke avond sprak hij een gebed uit dat hij zelf gemaakt had. God, je hebt ons hier gebracht. Haal ons er nou eens uit. Daar kwam zijn gebed op neer. We verwachten dat je ons nou eruit haalt. Doe eens wat goed, zei hij tegen God. En als het over was, we luisterden allemaal ernstig. En als het over was, dan maakte hij een grapje. Dan zei hij, ik heb dit gebed laten drukken en dat is beschikbaar voor jullie allemaal voor 3 cent. Als je het ingebonden wil hebben, is 5 cent. Goud op snee, 10 cent. Welterusten. En dan gingen we slapen. Dat was zijn avondgebed. Hij was een man die vol met goede woorden zat altijd. Hij probeerde altijd andere mensen op te... En zelf verkreupelde hij helemaal van de pijn. Hij kon niet meer overeind. Hij liep gebukt helemaal. Van de reumatiek. En zijn baas, die hielp hem. Hij werkte bij een baas, die een schilderwerk deed. Maar die een manier had uitgevonden om jenever te maken. Van suiker en van graan en zo. En dan Amerongen moest hem daarbij helpen. Die was heel verstandig. En die baas rekende een beetje op hem. Dat was een Duitser. Degene die op de bouwstellen, op het werkterrein, de ergste dieven waren, dat waren de Duitsers. En wij moesten hun helpen bij hun dieverijen, vaak. En hoe beter je was, hoe beter je helpen kon, en des te betere plaats had je bij ze. De Duitsers en de Polen, die stalen wat los en vast was.